nieuwe bloemenwinkel. Ik ga eens even kijken. Ik hou van bloemen. Hallo. Oh, hallo meisje. Kan ik je helpen? Nee, ik kijk alleen maar even. Oh, dit doet me eraan denken aan het moment toen Dave bloemen meebracht naar het ziekenhuis. Dat was zo lief van hem. Of ik misschien nog een keertje bloemen krijg? Oh, maar nou heb ik een idee. Misschien moet ik een keertje bloemen geven aan Dave. Maar welke? Ik kan het helemaal niks bedenken. Welke bloemen zou ik hem geven? Rozen? Eens even denken, een boeketje? Nou ja, voor welk boeketje ik kies, dat zien jullie aan het einde wel. Nu zien jullie hoe de bloemenwinkel wordt opgebouwd. Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag de bloemenwinkel van Playmobil met nummer 5639. Deze is geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar. En dit is zo'n speelbox, die kun je meenemen. Ik had laatst ook zo'n kasteel laten zien, dat kun je ook zo opklappen. Het is heel makkelijk, je kunt alles makkelijk meenemen. En dan kun je dat meenemen naar bijvoorbeeld vrienden of als je naar familie gaat. En hier zien we dan wat er allemaal bij zit. Dit is de winkel, dan de kassa bijvoorbeeld, vogeltjes, allemaal verschillende bloemen. Natuurlijk ook nog een verkoper en een klant. Ik ga dit gelijk even openmaken. Dan kunnen we de bloemenwinkel opbouwen en dan kunnen we kijken hoe het er allemaal uitziet. Ik denk dat je hier heel leuk mee kunt spelen. En ja. Zo, ik heb alles al uit de doos gehaald. Dit zie ik. Dan dit. Dit zijn de deurtjes. Volgens mij moet dat zo. Hoe dat zo in elkaar wordt gezet, zullen we zo meteen zien. Dan het eerste zakje. Dit is een soort van luifel. Eens even kijken, hier zie ik al het een en ander groen. Volgens mij zijn dit de steeltjes van de bloemen. Ah, en hier heb je het bordje. Flora, volgens mij heet de winkel zo. En kijk, dat kun je denk ik hier zo bovenaan vastmaken, dat bordje. Dus het is zowel een greep om de bloemenwinkel vast te houden en te dragen, maar je kunt er ook het bordje van maken voor de winkel. Zo, ik heb alles even uit dit zakje geschud. Dan zit dit er ook nog bij. Dit is een soort van papiertje. Of nou, het is natuurlijk van plastic gemaakt, maar dat moet het papiertje voorstellen om de bloemen heen. Dan het volgende zakje waar ik nog meer planten zie. Dan zie ik ook nog een gieter, best wel belangrijk in bloemenwinkels. Ook nog allemaal vazen. Van alles wat je nodig hebt en wat je vindt in een bloemenwinkel. Zo. Dit is denk ik de bloemenverkoper. Die ziet er erg interessant uit. Ik weet niet hoe ik de haarkleur moet definiëren. Ik heb Hanna Vogel er even bij gepakt ter vergelijking. Dat is dat Playmobil blond geel. En deze vrouw heeft iets donkerder haar. Dus een soort van donkergeel. En deze klant die heeft zwart haar en ook een bloemenshirt. Dus wie de bloemenverkoper is, dat kun je zelf denk ik ook nog wel bepalen. Hier hebben we een mand. Het ziet eruit als een kattenmand, maar dat zul je wel niet vinden in een bloemenwinkel. Hier hebben we de eerste bloemetjes. En dan het laatste zakje. Zo, daar zien we uiteindelijk de handleiding. Dit is waarschijnlijk het kartonnetje dat erachter vastgemaakt moet worden. Dan nog stickertjes zodat je het op kunt plakken. Nog meer van die kartonnetjes voor de zijkant delen. En eindelijk een heleboel bloemetjes. Twee zakjes vol met bloemen. En wat hebben we hier? Dit zijn nog een paar stickertjes. Prijsetiketjes. Die komen waarschijnlijk op de computer. En nog een foldertje.
Zo, ik heb nu hier alle bloemetjes in elkaar gezet. Hier hebben we ook een paar boeketjes. Dat ziet er hartstikke leuk uit. Er zitten allemaal verschillende boeketten bij. Hier hebben we rozen bijvoorbeeld rechts. En die andere zijn gewoon gezellig gekleurde bloemetjes. Ik kan niet zo goed herkennen wat voor bloemen het allemaal zijn. Maar dat geeft ook niet. Ik vind vooral die paarse bloemetjes eigenlijk erg mooi. Hier hebben we ook nog twee mooie boeketjes. Dan nog wat losse bloemen, vind ik ook erg leuk. Er zit ook een roos bij. En hier op de achtergrond dan zie je meer van die plantjes. Dat is ook echt zo'n plantenbak met bloemen. En je ziet hier ook nog gaatjes. Ik denk dat je daar nog wat boeketten aan vast kunt maken. Ik denk dat het alleen niet klopt qua afstand. Dus, nou, je kunt in ieder geval één boeketje vastmaken. Hier hebben we zo'n bordje met de bloemenprijzen. En de bloemenvazen die heb ik hier aan de zijkant vastgemaakt van de balie. Maar die kun je ook hier aan vastmaken als je wilt. Maar dan kun je het niet zo makkelijk meer dicht doen. Want als je het dan dichtklapt, dan gaat dat dus los. Dus dat kun je gewoon doen tijdens het spelen. En je kunt het dus ook doen zoals ik het heb gedaan. Natuurlijk kun je ook nog wat bloemetjes in de vaas zetten. En dan hebben we hier ook nog drie gekleurde vazen. In het roze, paars en geel. Ook kun je die vazen kopen in de winkel. Die zal ik ook even op de plank zetten. Dan hebben we nog een mand. Ook daar kunnen bloemen in liggen. Dan hebben we nog een gieter, ook wel belangrijk. Zo, en dan is de bloemenwinkel al opgebouwd. Hier hebben we ook nog de bloemenschaar, zo'n tangetje. Als iemand dan komt die zelf een boeketje wil samenstellen, dan helpt de bloemist er even mee. En die knipt dan eventjes wat bloemen af. Dus die maakt dan mooie boeketjes. Die heeft zeker die tang wel nodig. Ik vind deze winkel super leuk. Ik vind dat er super mooie dingen bij zitten. Heel veel combinaties kun je ermee maken. En natuurlijk kun je ook zelf wat bepalen en een boeketje samenstellen. Dat is helemaal geen probleem. De klant die kan dan aangeven wat hij wil. Dus daar heb je een heleboel mogelijkheden voor. En de verkoper die kan natuurlijk altijd helpen. Misschien komen er wel klanten die cadeautjes zoeken. En dan wordt er eerst eventjes gepraat over wat de wensen zijn. Dus ja, ik vind dit een superleuke set. En zoals ik al had gezegd op het begin, je kunt het dus allemaal in het midden leggen. Dan moet je aan de zijkant nog even die bordjes ervan afhalen. En die vazen ook. Daarna kun je alles inklappen. Dat bordje kun je er dan ook weer uithalen. Dat Flora bordje. Kijk, en dan kun je het dus vasthouden. Ja, een supercoole winkel. Ik vind hem hartstikke leuk. En ik denk dat Hanna Vogel hem ook wel hartstikke leuk vindt. Ah, ik heb een keuze gemaakt en ik heb een roos gekocht voor Dave. Het is een supermooie roos. Roze, en dat vind ik hartstikke mooi. Ik hoop dat hij het ook leuk vindt. Wat denken jullie? Denken jullie dat Dave deze bloem mooi zou vinden? Laat het maar weten in de reacties. Ik denk dat Dave deze bloem vast wel mooi vindt. Het is een hartstikke mooie roos. En natuurlijk kunnen jullie me ook in de reacties laten weten of Hanna Dave met deze bloem blij kan maken. Laat verder ook maar weten wat je vond van deze bloemenwinkel. Vinden jullie hem net zo leuk als Hanna en ik hem vinden? Dus laat het allemaal maar weten in de reacties. Geef een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En bekijk natuurlijk ook onze andere video's. Abonneer op ons kanaal en tot de volgende keer. Doei!